De meeste mensen kennen het als winterdepressie. Dit is eigenlijk een reguliere depressie. Dus in die zin heb je alle symptomen die een reguliere depressie ook heeft. Zit je thuis, het is nu oktober, november, het wordt kouder, dagen worden dus langer donker. Als je de volgende klachten of symptomen hebt, dan zou het dus kunnen zijn dat je een winterdepressie hebt. Denk aan bijvoorbeeld als je meer of minder slaapt. Als je een toegenomen behoefte hebt aan suiker en daarmee een toename in gewicht. Als je prikkelbaar bent of moedswings hebt. Als je gevoeliger bent voor afwijzing. En als je een zwaar gevoel in je armen en benen hebt. Dus herken je deze klachten, dan zou het dus kunnen zijn dat je een winterdepressie hebt. Ik denk dat we het we noemen het ook wel eens een winterdipje, maar het is eigenlijk minder onschuldig dan dat we denken. Absoluut. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou elke week meenemen achter de spreekkamerdeur. Hierin delen we allerlei interessante tips, informatie en verhalen die wij dus dagelijks meemaken in de praktijk. Mijn naam is Chris, hij is als Spee en naast mij zit Aisha, psycholoog en neurowetenschapper. We hebben vandaag een vraag gekregen van een van onze luisteraars en die luidt als volgt: Ik voel me sinds het kouder is stukken slechter en vermoeider. Hoe kan dit en zou dit een winterdepressie kunnen zijn? Mm, het is winter inderdaad. Ja, het is nog geen winter, het is nu voornamelijk herfst, toch? <laughs> Maar de winter komt er in ieder geval aan. Het voelt echt aan als, uh, als winter. Nu? Het voelt echt heel koud, ja. Volgens mij was het ook echt vorige week of ja, zeven uh, graden of ja, in ieder geval rond de tien. En dat voelde echt uh, als winter aan. En ben je bekend met het onderwerp winterdepressie? Komen mensen bij jou als psycholoog met een winterdepressie? Of is dat iets wat je per toeval ontdekt? Ik moet eerlijk zeggen, meestal ontdek je het per toeval. Dus um... Meestal de route naar de psycholoog, dat duurt meestal iets van drie, vier, vijf, zes maanden. Vanaf het moment dat iemand bij de huisarts komt. En op het moment dat iemand dan bij mij komt, dan is vaak het seizoen eigenlijk al voorbij. En in die zin dus ook de winterdepressie voorbij. Dus... Uh, dat daar gelaten mensen die ik in behandeling heb, ik zie soms wel inderdaad dat ze verslechteren tijdens de winter. Ja, dat is eigenlijk best wel snel als je erover nadenkt. Want een winterdepressie die du duurt vaak vanaf oktober, november of wanneer het weer kouder en donkerder begint te worden ja. tot de zomer. Jullie wachttijden zijn zes tot negen maanden. Dus dat houdt eigenlijk in dat. als mensen zich aanmelden voor de psycholoog. de zogenaamde winter eigenlijk al voorbij is. En het probleem al verholpen is. Dus het is toch wel een bijzondere manier van. Uh, ja, het, het verhelpt zichzelf eigenlijk. Het is alleen een beetje sneu dat die mensen zes tot negen maanden. eigenlijk thuis depressief zitten. Ja, ja. Zeker. En wat je vaak ziet bij een winterdepressie. is dat dan de de dat het eigenlijk. Het kan beginnen een beetje rond oktober, dus een beetje de periode waarin we nu zitten, waarin de dagen korter worden en waarin het kouder wordt en je minder daglicht onder andere hebt. En rond de lente dan gaat het vaak weer, klaart het vaak weer wat op. Dus gelukkig hoef je niet helemaal tot de zomer te wachten, uh, maar elke elke week of elke maand met een depressie is natuurlijk ontzettend zwaar. Ja. En elke week is er eentje te veel. Ja. Oké. Okay. Als we terug gaan naar de basics, hè? Wat is eigenlijk een winterdepressie en hoe definiëren we dat in de psychologie of in de neurowetenschap? We hebben het al een beetje besproken, maar wat, ja. wat is eigenlijk een winterdepressie? Nou, winterdepressie, wij noemen het met een hele chique term de Seasonal Affective Disorder, en afgekort SAD. Uh, maar de meeste mensen kennen het als winterdepressie. En dit is eigenlijk een reguliere depressie. Dus in die zin heb je alle symptomen die een reguliere depressie ook heeft, met daarin op de voorgrond. Uh, dat je het grootste gedeelte van de dag en de meeste dagen je somber voelt. En dat je merkt dat je bijvoorbeeld of minder interesse hebt in dingen die je normaal wel leuk vindt. Of dat je minder plezier haalt uit dingen waar je normaal wel plezier uit haalde. Mm -hmm. Dat is een beetje de kern van een depressie. En in die zin is een winterdepressie daarin niet anders. Uh, je hebt ook nog een heel aantal andere symptomen die daarbij kunnen horen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld slaapproblemen, eetproblemen, um, weinig energie. Uh, en nog een aantal uh, symptomen. En wat dan bijzonder is aan de winterdepressie, is dat die dus elk jaar een soort van een vast patroon uh, hanteert. Dus dat die elk jaar eigenlijk in de herfst-winter zo'n beetje begint en rond de lente opklaart. Ja, interessant. En volgens mij ook moet je er twee winters, dus twee jaren achtereen, moet je er last van gehad hebben, wil je die diagnose mogen stellen. Ja, er moet inderdaad wel een patroon inderdaad in zitten. Precies, dus. want ik kan me voorstellen, dat tijdens de pandemie ja, had iedereen eigenlijk een winterdepressie. Maar... Ja, een hele, hele jaar depressie misschien. Precies, ja. Nee, die duurde inderdaad langer voor dan uh, alleen de winter. Maar kan me wel. Uh, dus je moet eigenlijk echt twee losse. Moet, je moet er twee jaar achtereen volgend of meermaals hebben meegemaakt. Wil je eens kunnen spreken van een winterdepressie en een relatie. En ik denk ook, ik heb ook naar de huisartsrichtlijnen gekeken. Want om mm -hmm. eerlijk te zijn heb ik nog nooit een patiënt. Verwezen voor een winterdepressie. Oh ja. Ik heb ze altijd, ja, als ze depressief waren, dan hiepen we, we ze zelf of stuurden we ze door naar de psycholoog. Mm -hmm. Maar we noemden dat dan niet een winterdepressie. Misschien heb ik een beetje pech gehad en werk ik voornamelijk in de zomers. Dat zou misschien ook kunnen. <laughs> maar um, ik denk voor de mensen thuis, zit je thuis, het is nu oktober, november, het wordt kouder, dagen worden minder lang uh, licht, het is langer donker. Um, als je de volgende klachten of symptomen hebt, dan zou het dus kunnen zijn dat je een winterdepressie hebt. Je moet het wel twee keer gehad hebben. Uh, dus twee seizoenen lang. En denk aan bijvoorbeeld als je meer of minder slaapt. Als je een toegenomen behoefte hebt aan suiker en daarmee een toename in gewicht. Vond ik ook bijzonder. Mm -hmm. Kun je er straks misschien even kort over hebben? Precies. Als je prikkelbaar bent of moedswings hebt. Als je gevoeliger bent voor afwijzing. En als je een zwaar gevoel in je armen en benen hebt. Dat is hoe de huisartsrichtlijnen eigenlijk. Uh, een winterdepressie, uh, zeg maar de A-specifieke symptomen daarvan eigenlijk benoemen. Dus mm -hmm. herken je deze klachten, dan zou het dus kunnen zijn dat je een winterdepressie hebt. Heb je dat voorgaande jaren ook gehad, dan zou je dat ook kunnen overleggen met je huisarts... of je een winterdepressie hebt, want je hebt er dus wel wat behandelingen voor. En een winterdepressie is, is niet niks, zeg maar. Ik denk dat we, het, we noemen het ook wel eens een winterdipje... maar het is eigenlijk minder onschuldig dan dat we denken. Absoluut. En daar gaan we het zo meteen ook over hebben. En wat kunnen mogelijk de oorzaken zijn van een winterdepressie? Nou, laatst had ik uh, een hele interessante visie gelezen over een winterdepressie. En daar ging het eigenlijk over dat dat vanuit de evolutie gezien heel erg logisch was, eigenlijk, dat wij als mensen een winterdepressie hadden. Dus je kan je voorstellen dat uh, als we nou 10, 20, 30.000 jaar teruggaan in de tijd, dat je op het moment dat je een jager en verzamelaar was, en de dagen werden heel koud en het werd heel. Uh, de dagen werden heel kort, je kon minder goed jagen. Dan stimuleert zo een winterdepressie in die zin je dus ook om je terug te trekken. Om in huis te zitten, om eigenlijk meer en langer te slapen. Dat zie je ook vaak bij een winterdepressie: dat is juist uh, meer geneigd zijn om meer te slapen in plaats van hè, soms ook minder. En, um, en ook het, wat je net noemde over die suiker: dat is eigenlijk vanuit een evolutionair standpunt ook heel logisch. Dat je meer trek krijgt in koolhydraatrijk uh, eten. En in suiker, zodat je eigenlijk als het ware. Ja, zoals we dat in de kinderfilms een beetje als een winterslaap zien. En dat op het moment dat het weer zomer wordt. dat je een stuk energieker wordt en de dagen worden langer. En dan kan je die energie ook daadwerkelijk kwijt. door hè, te jagen, te verzamelen, uh, socialer te worden. Dus eigenlijk in die zin uh, kan het een, een, een restje zijn van ons uh, evolutionaire patroon. Ja, en dieren doen dat volgens mij ook hè, in de winter, dat ze dan een soort van speklaagje. Ja. Eigenlijk uh, creëren. Zodat een kerstlaagje. Ze de, een kerstlaagje, inderdaad. <laughs> dat komt nog. Maar dat ze daarmee de winter eigenlijk goed kunnen doorkomen, omdat er dan minder eten is. Precies. Dus dat zou misschien een evolutionair voordeel kunnen zijn aan een winterdepressie. Maar op dit moment is het natuurlijk absoluut niet meer functioneel. Want we leven hè, in, een, in een maatschappij met ook inderdaad kunstlicht. En dat je uh, de meeste werkdagen zijn van negen uh, tot vijf, half negen tot vijf. En in die zin heeft het helemaal geen evolutionair voordeel meer. Mee voordeel meer mm -hmm. en eigenlijk alleen maar nadelen. Ja, precies. Want het is ook bijzonder dat ze het een winterdepressie noemen hè? want eigenlijk is het een herfst/winterdepressie. Want het begint dus in de herfst. Herfst mm -hmm. is het moment dat de zon eigenlijk recht boven op de evenaar zit en waardoor dus overdag het licht even lang duurt als zeg maar het donker overdag. Mm -hmm. Dus dat balans dat switcht dan eigenlijk dus uh, ja, we hebben het een winterdepressie genoemd, denk ik, omdat we winter associëren met koud en veel donker. Ja. Maar eigenlijk begint het dus in de herfst, vaak bij veel mensen. Maar het kan ook verschillen natuurlijk. Ja, en bij een depressie, wat ook belangrijk is om te noemen, hè, we hebben het net even over de A-specifieke symptomen gehad, maar ook over de reguliere symptomen. Aan een depressie voldoe je pas op het moment als je hè, die kernsymptomen hebt, van somberheid en minder energie en minder plezier. Plus nog vijf um, andere klachten en dat moet ook minimaal twee weken duren. Dus het kan best zijn dat in de overgang van de, dat in de herfst, dat het dipje als het ware begint. Mm -hmm. Maar dat het dus eigenlijk uh, met de tijd door, dat het steviger en erger wordt. En dat je dan pas eigenlijk klassificeert als een depressie. Oké. Okay. En kan het dan ook zijn dat de winterdepressie eigenlijk een, een, een soort van voorzetje is? Dat het een full blown, om het even, een full blown depressie wordt, om het even zo te noemen? Um, nou, dan voldoe je dus eigenlijk officieel niet aan de term winterdepressie. Oh, dus okay. als je het hebt over een uh, winterdepressie, dan moet het dus eigenlijk volgens de definitie weer standaard elk jaar opklaren in de lente. En anders, uh, hè, je kan natuurlijk ook een reguliere depressie hebben die start in de winter. Maar dan is het niet automatisch een winterdepressie. Ja. Dus misschien dat het zo ook even over de mechanismen erachter kunnen hebben waarom dat zo is. Um, dus in die zin eigenlijk niet. Wat je dus wel vaak ziet is dat mensen met een reguliere depressie zich in de winter nog slechter voelen. Oké. Okay. Omdat je dus ook hebt over die kou, dat mensen meer geneigd zijn tot isoleren, dat mensen uh, wat minder aan zelfzorg doen en ook vooral minder contacten hebben. Ja, dus het kan echt een versterker zijn. Ja. <coughs> Oké. Okay. En je vertelde net al van wat het mechanisme achter een winterdepressie is, want tot zover, ik weet, is er niet eenduidig een mechanisme die zegt van, hey, dit is de reden dat we dus eh, dat een winterdepressie bij sommige mensen kan voorkomen. Mm -hmm. um, maar wat is het mechanisme achter een winterdepressie? Nou, dat zeg je eigenlijk heel mooi. Je hebt inderdaad bij elke psychiatrische aandoening eigenlijk dat er zowel biologische factoren zijn, psychologische factoren en sociale factoren. En daarin is inderdaad winterdepressie geen uitzondering. Uh, wat je wel ziet is dat het, een hele sterke, of dat het een sterke relatie lijkt te hebben met het daglicht. Dus in de zomer, dan op het moment dat er lange dagen zijn, dan door het daglicht worden eigenlijk twee verschillende uh, hormonen aangemaakt die in deze context relevant zijn. En dat zijn serotonine en melatonine. Mm -hmm. En serotonine is, uh, dat wordt ook wel het feel good hormoon uh, genoemd. En wat ze dus zien is bij serotonine, dat wordt dan uh, aangemaakt naar aanleiding van daglicht. En uh, hoge levels van serotonine worden geassocieerd met een fijn gevoel, een fijne stemming, ook met seks en dergelijke. En nog een aantal andere processen. Maar lage levels van serotonine, die worden heel vaak geassocieerd met een depressie. Oh. Dus op het moment dat jij in de winter. Uh, meer binnen zit, je meer isoleert, uh, minder naar buiten komt, hè, zeker met die regenachtige dagen die er nu zijn, ja. uh, nog minder buiten komt, dan maakt jouw lijf dus letterlijk minder serotonine aan, waardoor je stemming letterlijk verslechtert. Ja. Als je het over melatonine hebt, melatonine is een, ook een hormoon dat direct relatie heeft met het daglicht. Dus ja. op het moment dat daglicht op je netvlies komt, dan weet jouw brein van hé, hey, het is dag, dus we gaan niet het slaaphormoon melatonine produceren. En op het moment dat het avond is, dan uh, wordt het wel geproduceerd. En daar word je slaperig van. En dat volgt dus ook een dagelijks ritme. Nou, wat er dus gebeurt in de winterdagen. Is dat jouw brein eigenlijk minder daglicht tot zich krijgt. En dat er dus meer melatonine wordt geproduceerd. Vaak ook al overdag of aan het einde van de dag. Waardoor je dus overdag ook heel erg slaperig en heel erg vermoeid bent. En dat heeft dan ook een relatie met die uh, winterdepressie. Ja, dus het is het hormoon van de duisternis, hè? Hormoon van de Duitsers, officieel wel, inderdaad. Officieel, inderdaad. Dus omdat er dus minder licht is overdag, dus meer donker, om het even zo te noemen, heb je dus meer melatoninecreatie in je lichaam, of mm -hmm. productie, waardoor je dus inderdaad overdag ook melatonine toevoer hebt, en daardoor slaperig kunt zijn, ja. en vermoeid kunt zijn, inderdaad. Ja, interessant. En uh, we hebben het eigenlijk al over de symptomen gehad. Het is dus vaak A-specifiek, want persoon A kan eigenlijk andere klachten krijgen dan persoon B. Mm -hmm. en als we dan over A en B hebben, hebben we, zullen we die persoon A dan maar Aisha noemen, want volgens mij heb jij ook last van winterdipjes. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Zullen we die persoon A dan maar Aisha noemen? Want volgens mij heb jij ook last van winterdipjes. Klopt dat? Want ik hoor je er wel eens vaker over praten: dat je zegt, oh, de dagen worden korter. Dus mijn winterdip komt eraan. Ja, ik, uh, ik, ik merk wel dat mijn energie inderdaad in de herfst eigenlijk standaard dropt. Ik uh, zou het niet zo erg noemen als een winterdepressie, zeker niet. Maar ik, uh, ik, ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat als ik in de zomer uh, bijvoorbeeld zeven uur slaap, dan ben ik energiek en dan ben ik hartstikke actief, heel erg enthousiast, heel erg vrolijk. En in de winter juist, of vooral in die overgang van herfst naar winter, nou, als, je dan, uh, als ik dan zeven uur slaap, nou, dan kan je me opvegen. Dan ben ik uh, voor mijn gevoel echt niks waard. Mm -hmm. dan heb ik, ik merk vooral ook dat mijn slaapbehoefte een stuk groter wordt, zodat ik echt wat idee heb dat ik acht, acht en een half uur slaap nodig heb, om me fit te voelen. En ook... Nou, normaal heb ik bijvoorbeeld dat ik... Uh, veel vrienden zie en dat ik ook... Uh, regelmatig sport. En zeker met die hele koude en vooral die natte dagen. Ja. Dan, dan, dan merk ik... dat ik met mezelf wel eens in debat ga. Van ja, weet je, het regent zo hard. Moet ik nou wel gaan sporten of hoeft het niet van mezelf? Dus dat kan er wel makkelijker in schieten. Ik merk dat ik gewoon minder... uit huis ga omdat het of koud is... of regent of donker en dan voelt het gewoon minder aanlokkelijk? Ja, snap ik inderdaad. Dus, dus je wordt eigenlijk verleid om jezelf te isoleren thuis, waar weinig licht is, waar ja. weinig steun is, sociale activiteit. En dat zijn allemaal ook triggers of versterkers van een mogelijke dipje of vermoeidheid. Ja, ik merk dat ik minder energie heb. En inderdaad ook soms als je wat uh, ja, wel eerder iets somberder kan voelen, inderdaad. Ik ja. weet niet, hoe, hoe ervaar jij dat dan? Als persoon B. Ja, nee, heel interessant. Uh, ik, ik, ik heb er eigenlijk niet heel veel last van. Ik ben eigenlijk een soort van huismus. Dus mij maakt het allemaal niet zoveel uit of ik buiten of binnen ben. Ik voel me wel beter in de zomer, maar in de winter voel ik me niet veel slechter. Ik kan juist genieten ook van die koude regenachtige dagen. Ja? Alleen als ik binnen zit. Als je binnen zit. Als ik buiten ben, dan uh, kan ik er niet van genieten. Maar het geeft toch wel een soort van serene, stilte, ontspanning dit soort ah. weer, dus ik, ik uh, ja ik zie het redelijk positief in zeg maar als het koud is. Vind ik wel leuk. Maar misschien ben je de menselijke je variant van melatonine. Het is niet het hormoon van de duisternis, maar de persoon van de duisternis. Dat, ja wie weet wie weet. Nou ik uh, leer mezelf beter kennen door uh, deze podcast, dus dat is wel uh, mooi in, in ieder geval. En uh, even terugkomend op de winterdepressie, want, want als we dan terugkijken naar de vraag iemand, uh, die, die, zeg maar de luisteraar die vroeg dus ik voel me sinds het koude stukken slechter en vermoeider. Hoe kan dit? Um, ja, dat hebben we eigenlijk net uitgelegd. Ik denk dat het ook voor deze persoon misschien interessant is om te gaan denken hoe zou je een winterdepressie kunnen voorkomen. Dus de preventie ervan. Um, in die zin komt het overeen met hoe je normaal bij een depressie en depressie probeert te voorkomen met daarbij extra aandacht voor het licht. Hmm. Dus ik denk voor iedereen, uh, zelfzorg is belangrijk, sociale contacten zijn belangrijk. Op het moment dat je bijvoorbeeld, hè, wat je vaak ziet bij een depressie, is heel erg zwart-wit denken of catastroferen of doemdenken. Dat ze een bepaald idee of een bepaalde negatieve gedachte hebben, zonder dit te controleren bij de ander. En dat ze dus dingen negatiever kunnen interpreteren, wat dan de depressieve klachten versterken. Mm -hmm. uh, dat geldt ook voor mensen met een winterdepressie. En wat je dus vaak merkt, is op het moment dat je dus minder dingen gaat doen. En daarbij ook meer negatieve gedachten hebt, dat dat een soort van zelfversterkende factor is. En in die zin is het dus altijd heel belangrijk om voor jezelf te blijven zorgen, lief voor jezelf te zijn. Uh, sociale contacten. Um, bedenk ook voor jezelf: hé, hey, wat zijn de dingen waar ik gelukkig van word? Wat zijn de dingen waar ik energiek van word? En wees dan ook niet bang om daarin te investeren. Dus voor het voorbij als ik kijk, um, het maakt niet uit of ik nou. Uh, Nauwelijks inkomen heb in een maand, of een relatief goed inkomen heb in een maand. Ik zou altijd geld uitgeven aan het sporten. En ook, denk ik, meer geld uitgeven dan de gemiddelde Nederlander. Omdat ik me daar gewoon heel goed bij voel. En ik voel me daar gewoon, uh, is gewoon heel goed. Ja, ik word daar heel gelukkig van. Yeah. Dus we, we probeer ook voor jezelf vooral na te gaan: van, hey, wat zijn de dingen waar ik me goed en gelukkig bij voel? En blijf dat doen. Zorg dat dat in je patroon komt. En dan specifiek voor de winterdepressie, ga naar buiten. Alsjeblieft, ga naar buiten. Het is echt de goedkoopste therapie die er zo'n beetje is. Het is namelijk helemaal gratis. Je hebt misschien hooguit een, een regenjas nodig en een, een warme winterjas. Ja. Maar op het moment dat jij, dus ochtends, naar buiten gaat. en een kwartier lang, een kwartier tot half uur wordt blootgesteld. en natuurlijk daglicht. dan kan je eigenlijk je hele hormoonbalans, die als het ware overhoop gegooid is. door de winter. en nog erger door de winterdepressie. kan je dan als het ware zo resetten. Ja. Dus je serotonineproductie, je melatonineproductie. Ik kom naar buiten, het is echt... Nou... Eigenlijk natuurlijke lichttherapie. Natuurlijke lichttherapie, ja. ja Natuurlijk, gratis, altijd beschikbaar. Zelfs op bewolkte dagen eh, ja. kan dat goed genoeg zijn. Ja, zeker. Ja, en dat is wel interessant, want hoe licht eigenlijk werkt. Dus licht wordt uitgerucht in lux, En als je thuis zit, eh, of buiten als het bewolkt is... of als het buiten niet bewolkt is, of als het zonnig is... Uh, de intensiteit van die luxe verschilt heel erg. Dus stel dat je dus thuis zit in een kantoortje met een normale lamp, krijg je ongeveer 50 lux binnen. Stel dat je naar buiten gaat en het is bewolkt, dan krijg je ongeveer 1000 lux binnen. Dus als je daarover nadenkt, dat is al eventjes snel uit mijn hoofd, Tw keer, 20. keer 20. Dus ja. je krijgt op een bewolkte dag 20 keer meer licht dan dat je binnen zit. Is het niet zonnig? Maar is het ook niet bewolkt? Dus is het gewoon licht buiten? Dan krijg je 10.000 lux. En dat is eigenlijk. Dat is dat. Ja. Als je de rekensom verder maakt. Nou, dat is 200 keer meer dan dat je binnen zit. En uh, officieel zeggen we ook dat 10.000 lux eigenlijk een half uur tot drie kwartier na zonsopgang is. Dan krijg je dus 10.000 lux. En als je in de zon zit. Mm -hmm. Dan krijg je de hoofdprijs. En dat is 100.000 lux. Oh. Dus de rekensom hoeven we dan niet te maken. Maar dat is dus wel echt ontzettend. Ja, dat is dus een aantal. Aantal, een heleboel factoren meer dan dat je binnen zit. Ja. Dus dat laat eigenlijk wel zien dat... überhaupt naar buiten gaan altijd veel beter is... dan binnen blijven met licht. Omdat je die luxe gewoon nodig hebt voor je mentale gezondheid. Ah, oh, grappig. Ja, ik, ik wist helemaal niet hoeveel luxe inderdaad... in de lucht en in de kantoorlampen zat. Ik heb wel ooit een artikel gelezen... waarin het ging over dat als je op kantoor... in een ruimte zit met heel veel ramen... dat je dan inderdaad ook meer luxe krijgt. Ik weet niet in welke orde van grootte, maar... Ik gok dan dat het in ieder geval misschien rond de 500 lux of zo was. Ja. Dus dat, uh, dat overdag hè, ook bij de ramen zitten, dat dat ook al een uh, klein beetje kan helpen. Lekker wandelen en fietsen naar werk toe. Ja, en inderdaad dat onderzoek, ik herinner me dat onderzoek ook inderdaad. En toen hadden ze volgens mij gekeken naar de stemming van die medewerkers. En ze zagen dus... Bij mensen die dus aan het raam werken in een kantoor, mm -hmm. waar het daglicht dus naar binnen schijnt, zagen ze dus een significant verbeterde stemming. Ja. Vergeleken met mensen die geen ramen hebben. Volgens mij ook nog de melatonine. En de melatonine, inderdaad. En volgens mij had het zelfs ook nog invloed op de slaap. Ja. In de avond daardoor. Dus mensen die aan een raam werken op een kantoor, die slapen beter, hebben een betere stemming. En die hadden eigenlijk meerdere mentale gezondheidsvoordelen... die ze meenamen in dat onderzoek... vergeleken met mensen die geen ramen hadden. Ja, en daarin zeg je ook iets interessants... want de relatie tussen slaap en depressie die is ook heel sterk. Dus ook de natuurlijke lichttherapie, zoals je die noemt. Je hebt ook een uh, artificiële lichttherapie. Ja, misschien kan jij vanuit je ziekenhuiservaring praten... maar je hebt dus ook artificiële lampen, lichtlampen... en die moeten dan minimaal 10.000 lux hebben... En die kan je dus ook aan mensen geven met een uh, winterdepressie. En op het moment dat je dus elke ochtend in die lamp zit, een kwartier tot dertig minuten, dan voelen zij zich daadwerkelijk beter. Maar ze gaan dus ook beter slapen. Oh. En ja. dat versterkt elkaar dus ook weer. Ja. ja, want we zijn eigenlijk aangekomen bij de behandelingen van winterdepressie. Mm -hmm. Even in de noten erop: wat, wat kun je doen tegen een winterdepressie? Je hebt dus inderdaad leefstijladviezen gegeven net. Ja. Zorg voor jezelf. Maar wat zou je wat meer uh, medisch gezien kunnen doen tegen een winterdepressie? Nou, een winterdepressie in die zin is de, behandeling, de, de, de standaardbehandeling niet heel veel anders van een de normale depressie. En dat is cognitieve gedragstherapie. En bij cognitieve gedragstherapie het eerste onderdeel is dat je heel erg gaat kijken van... hé, hey, hoe kan je weer um, actiever worden? En dan ga je natuurlijk met alle, alle hobbels op de weg... ga je die samen met je psycholoog uh, of therapeut proberen te tackelen... En uh, daarnaast ook dat je meer naar je denkpatronen gaat kijken van wat die depressie in stand kan houden. En daarin is dus een winterdepressie niet anders van een normale depressie. Want ongeacht of het winter is of niet, de klachten zijn grotendeels hetzelfde. Maar wat dus bij een winterdepressie ook helpt en even effectief helpt, is lichttherapie. En dat is dus inderdaad dat je dus elke ochtend voor zo'n hele sterke lamp gaat uh, uh, zitten. En dat een kwartier tot 30 minuten. En uh, dat moet dan minimaal een week. En dan maximaal twee of drie weken. En dan zien ze dus ook dat je dus door het resetten eigenlijk van je biologische klok. En doordat je eigenlijk ook weer die, uh, die, die hormonen weer aan kan maken. Hè, dus die serotonine. En dat de melatonine wat minder wordt. Of in ieder geval op de juiste momenten wordt afgegeven. Dan voelen mensen zich dus ook een stuk beter. Ja, bijzonder. Ja, lichttherapie heb ik wel eens. Uh... Eigenlijk heel indirect meegemaakt in het ziekenhuis. Oh? Ik liep ergens... Ik wist nog, ik liep ergens in de buurt van een polykliniek psychiatrie. Ik liep een kamer binnen. een oh, ja, ongeluk. Als je in het ziekenhuis werkt, loop je soms gewoon een kamer binnen... en denk van, oh, ja, ik zoek iets... maar ik wist, weet even niet waar ik naar nou op zoek was op dat moment. Maar ik zag dus een soort van sauna. Zo'n cabine. Dus ik denk, hè? Is het nu al kerst? Ja, <laughs> ik denk, wat is dit nou weer? Waar, waar, waarom zit er zo'n zo lampenbox? Eigenlijk een soort... Ja, het is eigenlijk een soort van ja echt zo'n eh, kryotherapie dat is dus echt ja. zo'n 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 ja hoe kan je het noemen een soort van grote, een box waar je in kunt maar dit was dan een box waar je in kunt met allemaal lampen dus ik denk van nou een een, een winterten kan ik misschien wel gebruiken <laughs> en niet alleen in de winter ook in de zomer bij mij want ik heb een hele lichte huidskleur en toen kwam ik dus iemand tegen van de psychiatrie en die zei dus dat dat een lichttherapie uh, dat dat bedoeld was voor lichttherapie en, en dat was voor mij eigenlijk was vrij vroeg in mijn carrière. Ik wist niet echt wat, wat hij daarmee bedoelde. En toen vertelde hij dus inderdaad dat dat is voor mensen met, voor, uh, met, met winterdepressie, maar ook voor huidaandoeningen. Psoriasis of vitiligo kun je het bij gebruiken. En oh. andere, eczeem volgens mij kun je het ook nog gebruiken. Bij allerlei chronische huidaandoeningen kun je het dus gebruiken. En de bedoeling dus inderdaad dat mensen van maandag tot met vrijdag... Uh, oh, een stapje terug. Dus eerst kom je dus bij de psychiater. Dan spreek je dus je klachten, je ziektebeeld, uh, alle, alle, alle symptomen die je hebt van de winterdepressie. De psychiater maakt dan een inschatting van of dat echt een winterdepressie is of niet. Mm -hmm. En uh, dan moet je dus ook een vragenlijst invullen voor hoe je stemming is en allerlei andere vragen. En als je dus voldoet aan alle criteria, mag je dus lichttherapie krijgen. En het idee is dus dat je dan van maandag tot met vrijdag elke dag drie kwartier in, in die ja, verkapte sauna box moet gaan uh, staan... En je mag niet in het licht kijken, geloof ik, omdat het licht vrij sterk is. Het is 10.000 lux. Dus mm -hmm. zoals wat, je net, wat we net geleerd hebben, dus het vergelijkbaar met een, met een, een klaarlichte dag, ja, dus een half uur drie kwartier na zonsopgang. En dan zit je dus drie kwartier in. En er zijn dus een heleboel mensen die daar dus echt significant veel beter uh, zich daar veel beter door gaan voelen. Wat mooi en, zeg, ja. En, en als dat niet werkt, dan is er soms ook indicatie om het nog een keertje een weekje te doen. Er zijn volgens mij zelfs mensen die het meerdere weken doen, ja. maar dat gaat vaak wel in overleg met de psychiater. Dus volgens mij heb jij ook wel eens het over gehad om zelf zo'n boxje aan te schaffen thuis. Ik hoop niet zo'n mega sauna box. <laughs> maar een nou, ik wil sowieso wel een sauna, dus dat zou oh, okay. een mooie combi zijn. Ja. Maar uh, je kan ze dus ook online halen. Maar ik vrees dat ze vaak niet die 10.000 lux halen. Dus dat het dan... Er zitten veel scammers op de markt, geloof ik. Dus, uh... Ja, dus veel, uh, veel apparaten die niet voldoende licht geven. Waardoor het dus eigenlijk niet werkt. Um, Oké. Okay. Ik zit even verder te kijken. Wat ook misschien interessant is om te weten: hoeveel mensen krijgen een winterdepressie? En dat is dus in Nederland, volgens de statistieken, 3%. Dus 1 op de 33 mensen krijgt echt een winterdepressie en rapporteert dat. Mm -hmm. De schatting echter, is dat 8% van alle Nederlanders een winterdepressie krijgt ervaart. Ja, ik denk ook zeker dat het een onderschatting is. Want uh, ook, ook als psycholoog, ook bij de intakes die we dan doen, het is niet iets wat je standaard uitvraagt. Ja. Dat is misschien ook nog een tip voor mijzelf en uh, medepsychologen. Om daar alert op te zijn. Want meestal vraag je dan de symptomen van de depressie uit. Maar je hebt zoveel varianten. Je kijk gewoon meer naar het beeld dat iemand heeft op het moment dat iemand aangeeft van hey, trouwens dit heb ik elke uh, dat een cliënt daar zelf mee komt dan ben je er extra alert op maar zeker ook goed voor uh, mezelf en medepsychologen om er uh, actiever naar te vragen en niet te vergeten natuurlijk de huisartsen ja want zeker in dit soort maanden komen er steeds meer klachten van vermoeidheid mensen die willen dan bloed prikken die denken dan dat ze een vitamine tekort hebben want dat is super hip uh -huh. Deze dagen om te denken dat je bij vermoeidheid vast een vitamine mist. Nou, ik denk dat, om eerlijk te zijn, in 999 van de duizend gevallen, in mijn geval dan, het nooit een vitamine tekort is. Nee? Wil niet zeggen dat dat echt zo is. Dus ik zou eigenlijk, ik maak het misschien minder bescheiden. Dus misschien 99 van de 100 gevallen is het niet een vitamine tekort waardoor iemand dus uh, vermoeid is. Uh, mm -hmm. Vitamine B12 of ijzertekort en dat soort dingen, die komen wel wat vaker voor. Maar mensen die een, eigenlijk een divers dieet hebben, die geen bloedverlies hebben, die, die, die onder de 50, 60 zijn, ja, dat is eigenlijk bijna nooit een vitamine tekort. Dus... Oh, ik snap, de, ik snap de redenering wel in die zin dat als je vermoeid bent, dat je een vitamine tekort uit wil sluiten. Maar wat zou je dan eigenlijk adviseren? Gewoon niet testen? Of... Nou, wat we zeggen is niet prikken, maar slikken. Oké. Okay. En wat dat inhoudt is, is, als jij ervan overtuigd bent dat jij een vitamine tekort hebt, natuurlijk is het altijd wel goed om het even kort te overleggen, maar dan zeggen we ook vaak, weet je, neem dan die multivitamine. Als jij denkt dat dat werkt, probeer dat een paar weken, voel je ineens eh, ja, kip lekker, dan, dan werkt het blijkbaar. Maar het is sowieso altijd goed om als je vermoeid bent het te overleggen met huisartsen, eh, met je eigen huisarts. Maar ik denk dat het ook goed is voor ons huishoudens om dan te denken aan het begin van dit soort seizoenen: dat de vermoeidheid ook door een winterdepressie kan komen. En eerlijk gezegd, denk ik daar niet altijd aan. Mm -hmm. Totdat ik dit dus met jou heb besproken: dat we daar extra op moeten gaan letten. Ja. Dus dat is in ieder geval een Laten mooie start. Een nieuwe winterdepressiebeweging. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, misschien ook leuk om te weten: is dat de lifetime prevalentie, dus de kans dat jij in jouw leven een winterdepressie meemaakt, mm -hmm. uit onderzoek tussen de 0 en de 10% is. Okay. Dus dat is best wel veel. Dus 1 op de 10 mensen krijgt dus... volgens verschillende onderzoeken... krijgt dus een te maken met een winterdepressie. Dus het komt toch heel veel voor. En als ik dat vergelijk met... hoe vaak ik er aan denk in de praktijk... dan is dat toch iets inderdaad... wat onderschaduwd wordt, zoals wat je zegt. Dus dat we dat wel echt onderschatten... hoeveel het eigenlijk voorkomt, zo'n winterdepressie. Ja, zeker. Want ook de lifetime pre prevalentie... van een reguliere depressie is ook 20 tot 25 procent. Oh. En uh, ik kan zo. me goed voorstellen... dat dan uh, een gedeelte daarvan misschien ook een winterdepressie kan zijn... of een seasonal affective disorder, zoals we dat noemen. Ja. Uh, maar dat ook een gedeelte misschien daar nog ineens onder valt... omdat het gewoon niet onderkend wordt. Want mensen die trekken zich terug, zijn wat somberder. En op het moment dat je dan denkt van... Hey, ik ga echt hulp zoeken, dan is het alweer voorbij misschien. Het is best wel schrikken, want als ik er nu zo... Wat jij dus eigenlijk zegt, is dat één op de vier... tot één op de vijf mensen in zijn of haar leven... te maken krijgen met een depressie. Ja. Zeker. Het is echt een heel veel voorkomende uh, psychische stoornis. Ik geloof zelfs bij, nou, bij vrouwen is het de één naar veel voorkomendste uh, psychische stoornis na volgens mij een paniek. Nee, nee. Naast volgens mij een specifieke fobie. Dus dat je bang bent voor spinnen of voor uh, wow. vlieg, vliegangst hebt. En bij mannen zit het ook in de top drie. Maar daar zit ook verslaving in. Ik geloof ook angst, maar ook uh, depressie. Dus het is wow. ook van alle psychiatrische stoornissen. Die je kan hebben, slaap uitgezonderd. Uh, is, komt depressie, is, is het in de top 2 in de top 3 afhankelijk van je geslacht? Bizar, dus het komt echt ontzettend veel voor. En ik heb ook het idee dat we daar een soort van taboe op hebben. Zeker, zeker. En nu hebben we het dus officieel alleen over de klinische diagnose van een depressie. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die dan eh, subklinische klachten hebben of zoals we dat dan eigenlijk noemen, een dipje hebben. Dus hè, wat ik dan af en toe heb, dat je dan denkt van, oh ik ben wat moe of. Uh, ik ben wat er, maar dan is dat misschien een paar dagen. En dan klaart het weer op. Ja. Yeah. Maar um, ja, die, die neem je nog ineens daarin mee. Bizar. Ja, heftig. Heftig om te horen dat zoveel mensen dus eigenlijk kampen met een depressie en mentale problemen. En zit je thuis en herken jij deze klachten? Of denk je van, hé, hey, ik zit hier al een paar maanden mee of een paar weken mee. En ik wil eigenlijk snel met een psycholoog praten. Dan kan dat. Want Aisha heeft een online... Gratis consult, beschikbaar gesteld op onze website, -en bellen. En uh, wat, wat je dan kunt doen is, is jouw casus voorleggen aan psycholoog Aisha. En Aisha denkt dan met jou mee wat voor jou het beste kan zijn. Of zij helpt jou, of ze stuurt je door naar iemand die jou zou kunnen helpen. Dus zit je thuis met psychische klachten, uh, of het nou een depressie is, slaapproblemen, trauma of wat voor psychische klachten dan ook... dan kun je het dus altijd overleggen met psycholoog Ijsja via onze website. Mijn laatste vraag eigenlijk is... een winterdipje. Dat is, het klinkt eigenlijk alsof het niks is... Mm -hmm. maar het is minder onschuldig dan dat we denken. Wat is nou het gevaar van een winterdip? Het gevaar van een winterdip is dat... Hè, de winterdip die kan uitmonden in een uh, volle winterdepressie. En net als een uh, normale depressie is dat heel erg... Uh... Heel erg dysfunctionerend. Ja, want ik kan me voorstellen bij een depressie dat het heel dysfunctionerend is omdat je jezelf isoleert. Je voelt je rot. Je doet bijna niks. Uh, eigenlijk je hele leven staat op stil. Mm -hmm. Maar wat is nou echt het gevaar? Want ik kan me dus ook voorstellen, ik vul het in, ik weet niet hoe vaak het voorkomt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daardoor misschien wat meer suicidaal wordt. Ja, dus je hebt in die zin... Kijk, bij normale depressies heb je een variatie van mild tot matig tot ernstig. En zeker bij een ernstige depressie komt suïcide geregeld voor. En dat kan dan hè, zowel meer wat passieve doodsgedachten zijn... zoals hey, het leven heeft geen zin meer of ik zie het niet meer zitten... of het komt nooit meer goed, als actieve doodsgedachten. Dus dat je daar zelf actief een rol in gaat spelen om dood te gaan. In die zin dus zelf maar te plegen. Uh, en in die zin... Verschilt dus een winterdepressie of een seasonal affective disorder niet van een normale depressie? Ook bij een winterdepressie kan, hè, als, dat, uh, als je echt diep in de put zit, suicidaliteit voorkomen. Ja, dus eigenlijk waar wij voor pleiten is als arts- en psycholoog om een winterdipje om te zetten voorgoed naar een winterdip. Omdat het dus eigenlijk zwaarder weegt dan dat we eigenlijk denken. Want bij een winterdipje zou ik als leek niet denken: van, oh, daar zou je ook misschien suicidaal van kunnen worden. Nee, nee, op het moment dat er echt een depressie is, dan, dan moeten echt al je oren gespit zijn. Nou, dan Ongeacht we dat, de oorzaak. Dan hebben we dat hierbij voor Nederland besloten. Winterdipje, schaffen we af. Het is een winterdip vanaf nu. Ja, zitten er nog aanvullende criteria bij wanneer je het een winterdip mag noemen? Nou, daar komen we later nog een keertje <laughs> misschien op. Oké, okay, um, we hebben denk ik de vraag beantwoord. Dus inderdaad zou het kunnen zijn dat onze luisteraar als het kouder is stukken slechter en vermoeider zich voelt. Dat kan. En dan hebben we het voornamelijk over inderdaad dat, uh, dat er minder licht is overdag gehad. En zou het een winterdepressie kunnen zijn? Dat kan zeker. En dan zijn we eigenlijk aangekomen bij uh, de tip van de week. Uh, heb jij een tip van de week voor ons? Ja, geef jezelf elke ochtend een gratis therapiesessie door ochtends binnen één uur na het ontwaken gewoon een kwartier tot half uur naar buiten te gaan. Dus of hè, lekker op de fiets naar werk, lopend naar werk, of ga op je balkon zitten en daar uh, ontbijten. Met uh, je winterjas aan. <laughs> maar zorg in ieder geval dat je voldoende daglicht krijgt. En vooral aan het begin van de dag. Want daardoor ga je je echt een stuk energieker voelen gedurende de dag. En dat gaat je ontzettend helpen. Ja, helemaal gratis en helemaal voor niets. Ja. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Nijze, ik wil jou bedanken dat je vandaag weer aanwezig wilde zijn. En ik wil natuurlijk jou ook bedanken dat je vandaag uh, ook weer geluisterd hebt naar onze podcast. Mocht je geen waardevolle inzichten en tips missen en zou je ons willen supporten, dan kan dat door je simpelweg te abonneren op ons kanaal. Dat is ook helemaal gratis. Het is een knopje, daar druk je op. En daarmee mis je geen afleveringen van ons. Help je ons en motiveer je ons om gewoon door te gaan met deze podcast. Dat was het dan voor vandaag. Dankjewel nogmaals. En Jij ook bedankt. Ja, tot de volgende week. Tot volgende week.